zaterdag, het einde van het seizoen tegen Charleroi. Wat is een beetje uw analyse van dit seizoen? Ik denk dat de analyse eigenlijk vrij kort kan zijn. Ik denk dat we heel goed aan het seizoen begonnen zijn. Misschien beter dan dat iedereen verwacht had. Met onmiddellijk een hele mooie opener tegen Club Brugge. En dan is het eigenlijk een klein beetje negatief afgelopen. Nu zaterdag tegen Sporting Charleroi, de laatste wedstrijd van het seizoen. We gaan vol voor de winst. Ja, ik denk dat is ook de bedoeling. Ik denk als je je laatste wedstrijd van het seizoen thuis kan afsluiten, dan weet je ook dat je natuurlijk op een fatsoenlijke manier wil doen. Ik denk de wedstrijd in KV Mechelen was niet slecht, de wedstrijd daarvoor was ook niet slecht. Oké, we moeten wel de kansen natuurlijk afmaken. Ik heb ook al gehoord dat Charleroi redelijk veel volk meebrengt, dus hun vak zal waarschijnlijk uitverkocht zijn. Dus laat ons hopen dat we eigenlijk het seizoen eigenlijk op een mooie manier kunnen afsluiten met een mooie klinkende overwinning.